twee scholen gaan fuseren. Eén school heet Merlijn, de tovenaar, en de andere heet de zwaluw. En nou bedacht een leerling een hele leuke naam, de tovervogel. Beide namen in één, de tovervogel. En nou is op deze basisschool is een leuk initiatief ontstaan. Leerlingen van basisschool De Tovervogel groep 8, zijn twee groepen 8, die mogen 3 keer per jaar, is het nou gebeurd, naar de repairklas. Dan komen er ouders of andere mensen met kapotte spullen die nog te maken zijn. Dus kleine elektrische apparaatjes. En ze kunnen ook met naaimachines leren omgaan. Maar we zullen dus binnen gaan kijken, want mij lijkt me dat ook wel heel erg leuk, dat deze jongelui kennis gaan maken op deze manier met de techniek. Je kunt hier ook zelf met spulletjes komen. Er is wat reclame voor gemaakt. Ik heb een kapotte stofzuigerslang. Ik denk, ik ga hier eens mee naartoe. Is deze slang hier te repareren? Ja, tuurlijk. Bij de technicus daar doen ze alles repareren. Dus. Jullie hebben 2 groepen 8. Ja. Wat is eigenlijk het doel van zo'n middag? Repair, school, klas. Nou, het belangrijkste doel is natuurlijk ten eerste voor de kinderen. Om kennis te laten maken met techniek en alles wat daarmee samenhangt. En ook om de wijk te betrekken bij de school. Omdat de mensen die komen helpen repareren, die komen uit de wijk. En die haal je op deze manier de school binnen. Is er een bepaald project waar jullie mee bezig zijn? Ja, Wereldschool, Wereldwijk. Dat is een project waarmee we allerlei dingen doen om de wijk de school binnen te halen. Dus we zijn ook bezig met schooltuinen bijvoorbeeld. En op deze manier halen we dus ook de wijk de school binnen. Is het een succes? Ja, nou tot nu toe, het begint te lopen. Het is natuurlijk een nieuw iets in Oosterwijk Repair School. We zijn de eerste school die daar mee begonnen is. En dan merk je dat het wel wat aanloop nodig heeft. Dus dit is de derde keer. We hebben nou goed reclame gemaakt. En ik merk dat het nou wel een beetje begint aan te trekken. Ja, we zitten netjes in. Ja. Hij legt het uit aan Victor. Want Victor die wil direct wel een beetje leren hoe het hier allemaal moet met zo'n naaimachine. Hij trekt hem eroverheen. En dan maak je een lusje. En zo gaat de naaimachine werken. En dan zie je dat hij 1 keer draait van niks rond. De grijper, kijk, nu heeft hij niets. Komt hij weer, pakt de garen weer, trekt hem weer over het spoeltje heen en hij is weer weg. U hebt naaimachinehandel gehad? Ja, ik heb vroeger naaimachinehandel gehad. En nu niet meer, want ja. Maar op een gegeven moment moet je wat anders gaan doen. Hè? Maar u stelt uw kennis wel ter beschikking hier van de basisschool? Ja. Ik vind het altijd leuk om mensen te helpen. En dat ze lekker bezig zijn. En kinderen leren er wat van. En het is toch, denk ik, de bedoeling dat meer kinderen de techniek ingaan. Wie heb ik hier bij me? Teun. En? Rutger. Wat zijn jullie aan het doen? In elkaar aan het zetten of uit elkaar aan het halen? Uit elkaar aan het halen. Wat was het? Het was een computer. Het was een computer. Vinden jullie het interessant om te zien hoe het van binnen eruit ziet? Ja. Nooit je eigen computer zo openmaken, of wel? Als die kapot is. Durf je het wel? Ja. Denk je dat je dan iets kunt maken? Nee. Nee, toch niet zo. Wat leer je hier nou van? Hoe dat hij eruit ziet en wat alles is. Wordt het wel een beetje uitgelegd? Want mij lijkt het een heel ingewikkeld apparaat van binnen. Ja, het wordt wel uitgelegd door een vader van iemand uit onze klas. Oké. Die loopt hier rond. Vind je dit eigenlijk leuk? Ja. Waarom? Ja, omdat je sloopt en dat is wel leuk. En je leert er ook nog van. Het was een koffiezetapparaat. Ja. Nog steeds. Nog steeds, jazeker. En u? Hij gaat alleen niet meer aan, dus hij is nog volledig te repareren. En dat weet u? Dat weet ik zeker, ja. Alleen de vraag is wat het probleem is. Is het door jou op te lossen, denk je? Ja, ik denk het wel. Leg eens uit, wat zou er fout kunnen zijn in het apparaat? Het fout zou kunnen zijn dat hij niet verbindt met de schakelaar. Dat hij daarom het niet doet. En dan ga je nou even uittesten om die schakelaar weer goed te maken. Ja. Nou, alle kinderen zo geïnteresseerd in techniek. Ja, niet allemaal natuurlijk. Het ene kind heeft daar meer mee dan het andere kind. Je merkt dat het voor veel kinderen ook een beetje nieuw is, hè, techniek. Er wordt wel aan techniek gewerkt, maar echt heel veel. Er zijn zoveel andere dingen te doen. En nu opeens mogen ze echt met hun handjes werken. Hè. Sommigen vinden dat spannend en eng en anderen vinden dat juist spannend en kom maar op. Thank you.
wist jij eigenlijk hoe een wasmachine van binnen uitzag? Nou, alleen dit wel, maar verder wist ik het helemaal niet. Weet je eigenlijk, ja, ze maken altijd reclame met die wasmachines, dat je daar van alles in moet gooien om het te ontkalken. Kom je dat nou hier ook tegen? Nou, jawel, want er was hier ergens een buis. Het kwam helemaal over mijn broek heen. En ja, dat was best wel vies, maar ja. Ja, dan heeft die mevrouw of meneer die die wasmachine had, die heeft het niet goed verzorgd, denk ik. Nee, het was echt ook helemaal vies en zo. De onder is ook echt helemaal vies. Ja, ja. Is er dit schooljaar nog een keer een repairklasje? Kijk ik even deze kant op? Nee, dit is de laatste van dit schooljaar. En we moeten nog bekijken. Maar ik neem aan dat het volgend schooljaar gewoon door zal gaan. Omdat het toch wel een groot succes is. En de meerwaarde voor de kinderen heel groot. Dus ja, hou de blaadjes in de gaten. En dan zal de datum daar vanzelf verschijnen.